Tropenbos Suriname en de Europese Unie hebben vandaag een awareness workshop georganiseerd over climate smart landschappen in Suriname. De focus bij deze workshop is niet alleen gericht op het binnenland, maar ook op Paramaribo. De directeur van Tropenbos Suriname, Rudy van Kanten, ging in op de noodzaak om zowel de landelijke als de stedelijke landschappen te behouden. Van Kanten vertelt meer over de workshop. We gaan praten over landschapsbeheer. Dat wil zeggen dat je hoe je omgaat met het landschap en hoe je zorgt dat je optimaal het bos kan benutten, maar ook optimaal de bomen in Paramaribo. We hebben bij deze workshop diverse stakeholders. We hebben van de overheid, we hebben van wat we noemen de groene organisaties, de milieuorganisaties, diverse instituten. En wat ook belangrijk is, we hebben 6 personen, inclusief de hoofdkapitein van het dorp Pikinslee. Omdat wij vinden dat als je over bijvoorbeeld het binnenland praat, dan moeten de binnenlandbewoners ook present zijn. Het doel is, het is ook gelinkt aan klimaatverandering. Eigenlijk is heden ten dagen klimaatverandering gewoon een feit, toch? Dus we moeten goed omgaan met ons klimaat. En het doel is dan dat we samen met de mensen praten over wat kan het antwoord zijn op klimaatverandering. De organisatie wil ook bijdragen aan goede besluitvorming voor beter beheer en bestuur, zegt Van Kanten. Het is ons opgevallen dat je steeds minder bomen hebt in Paramaribo. Er worden straten gemaakt, nieuwe, alles wordt betegeld met beton en asfalt. En we hebben al, als Tropenbos Suriname, hebben we ook een project waarbij we metingen hebben verricht. En het is ons opgevallen dat je bepaalde locaties hebt waar het bijvoorbeeld al 41 graden Celsius is. En dat kan je tegengaan door bomen te planten. Op de achtergrond hier zijn er een paar foto's te zien van een wedstrijd die we hebben georganiseerd over bomen in Paramaribo. En dit zijn dus de winnende inzendingen. Tot zover Rudy van Kanten, directeur van Tropenbos Suriname. Hij sprak over de workshop Climate Smart Landschappen in Suriname. De workshop is gehouden in Grand Café Orukul.